Even weer wat puntjes en heel wat puntjes nagekeken. Ik begin er maar nooit aan, want er komt geen einde aan. Maar ik denk, waar laat ik ze nou weer los? Toen zag ik in één keer eigen weg verboden toegang. Ik zeg, oh, dat klinkt goed. Grote villa. We zien hoe mooi het hier is. Oh, kijk eens. Joehoe. Mooi bos overal. Geen putten. Licht. Daar komen ze altijd op af, 's avonds. Dus, nou, toen heb ik maar besloten. Kijk, daar staat mijn werkpaard, mijn fiets. Om ze hier maar even los te laten. Allemaal klavertjes, ook altijd goed. Dus we gaan door de knieën. Nou, we gaan eerst maar naar de kleine potjes. Ze waren wel zo klein dat ik het speciaal apart heb gedaan. God, wat waren die klein? Ik kon ze bijna niet zien. Echt minuscuul. Kijk, hup, daar gaan ze. Hup. Hup. Nog de padjes, daar gaan ze. Ah, mooi hè. En, even kijken, deze waren allemaal ietsje groter. Oh, die ene die gaat als een jekko. Ja, ik snap het ook wel. Hup, 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 jongens. Kom, eruit. Eruit, hup. Zo, ook weer zo'n hele kudde. Ja, en dan hebben we nog die zaak. Alles erop en eraan. Nou, ik hoor de kikkers nu al springen. Ik ga ervan uit dat de kikkers echt wel kunnen springen hoor. Helemaal veel kikkers vandaag ook weer. Nou, ik zal het even goed doen. Kijk, hop. Daar komen ze. Zo direct. Hop. Jongens, hier naartoe. Hier, die kikkers die komen wel. Zo. Jongens, kom dan. Hup, hup, hup. Oh, die kikker die sprong. Kijk, nou doen ze weer niks, hè. Zo straks. Oh, er komt nog een kikkertje helemaal in de verte aan. Dan weet je wat. Moet ze er maar uithalen, want altijd zo met die lui. Eerst willen ze niet. Hup. Ah, hele berg. Kom jongens. Duiken ze allemaal weer de tunnel in. Nou, ik doe de zak wel even op de kop, hoor. Zo, daar gaan ze. Joehoe, jongens. Mooi plekje, hè? Wat een mooi plekje, jongens. Oh, daar gaan ze. Tak, 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 tak. Ja, ik weet wel waarom ze allemaal op de vlucht springen. Want ze zijn bang gevangen te worden. Door... hun vijanden. Kijk, daar verstopt hij zich. Hup. Ga verder, man. Met de bosjes in. Hup, 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 hup. Mooi, hè? Joehoe. Oh, daarachter gaan we dan met kikkertjes en zo. Hier, die kikker die denk ik ook van. Ik ben vrij. Allemaal mooi. Hier, allemaal padden, 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 padden. Nou, jongens, succes met leven. Ik weet niet of die mensen het leuk vinden, maar ze hebben ze nu. Dus. Maar in ieder geval een mooie plek. Ik heb al een rondje gefietst. Ideaal. Dus. Nou, zet hem op jongens. Geniet van het leven. Oh. Maar begin er maar nooit aan, want het houdt ook nooit meer op. Partij voor de dieren. Zet hem op. Oh, wat is dat dan? Niets aan te kijken daarboven. Nou. Partij voor de dieren, zet hem op. En kijk uit voor reigers. Want die zijn een beetje egoïstisch hoor. Poeh. Nou, die kikker die denk ik zie je niet. Ik zie je toch wel jongen. Dus. Oh, kijk eens aan. Daar hebben we de baas of de vrouw. Oh. Ik was wat kikkertjes en padden aan het los aan het laten. Goedemiddag. Ik was wat padden en kikkers aan het los aan het laten hier. Ik denk, dat is een mooie plek. Ik had ze uit de putten gehaald. Raar verhaal, maar ik ben het nou net aan het filmen. Maar dat geeft, dus... Ik vind het zelf geen verhaal, want dit is mijn privé-tuin,
Ja, dat zag ik zo net. Daarom vond ik het ook zo'n mooi plekje om ze los te laten. Ja, vind ik nog fijn. Maar ik vroeg het zo straks nog aan die meneer die daar woonde. Dan zeg ik, nou, je kunt er wel eventjes naartoe. Dat mag wel, zei hij nog. Een beetje dronken man op de hoek daar. Staat voor nou in zijn tuin te werken. Ja, maar... Ik vroeg het nog aan hem. Hij zei, mag dat? Oh, mag wel eventjes, zegt hij. Maar... pas maar op dat je er niet op gaat rijden. Oh, dus. Nou, dat was dus de baas. Joehoe. Dus, je hoeft niet bang te zijn hoor. Dus, nou, jongens, set hem op. Ik heb risico genomen, moeten jullie ook risico nemen. Dus, oh. Nou, joehoe, partij voor de dieren. Stop Monsanto. Nou, en? Ja, nou ja, die kou ook natuurlijk, hè. Stop de leugen van de kou. Joehoe, zet hem op. Nou, mevrouw zal er wel aankomen zo. Dus moet ik eventjes de pakjes weer terugstappen. Nou, ik zal maar uitdrukken. Doei.